Hallo mensen van The Awesome Gaming Channel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario World. En ja, we gaan nu Bowser's Castle doen. Met maar één leven waar ik fokt op klein ben. Kut leven dat ik heb. Nee. First World Problems. Oh, kut. Ja, snel die kant. Die vermijden hier zo op. Oké, waar de fuck moet ik nu naartoe? Oh, hier zo naar beneden. Hier zo naar... Oh, beneden. Nee! Oké, dus alweer game over. Mooi toch? Echt. Ik ben echt zo lang bezig altijd met Bowser's Castle. Wat gewoon eigenlijk niet normaal is. Maar ik probeer in deze aflevering af te maken, Bowser's Castle, en daarna probeer ik, hoe heet het ook weer, de Switch Places te halen en dan probeer ik weer de Rainbow Road te halen, hoe dat ook hier zo mag heten. Ja, die. Oké, dat gaat goed. Oké, mooi. Ik ben er, 5, 6. Ik ga wel 7 doen dan. Wauw, oh ja, deze. Deze kan nogal kut zijn. Vooral met die gouden, want ik weet niet of die vuur kunnen spuwen, volgens mij wel. Nee. Doe me echt denken aan Super Mario Bros. 1. Wauw, ik ben er al. Zeg maar zo van springen, vuur. Kom op, faal nu niet, Rick. Faal nu niet. Nee. Oeh, dat was pas echt close. Maar dit is ook echt verschrikkelijk kut dit. Ja, oké, ik ben er bijna. Oh, ik ben nu bij een grote deur. Nu gaat het gebeuren. That's what she said. En hier zo. En dit lachdingetje heb je gewoon... Wie zit daar nou in, hè? Onze vriend... Bowser, yay! Ik dacht altijd dat hij hier zo meer op, zeg maar, zo'n lange draak leek dan op een schildpad. En dat kan nog best wel kut zijn, eigenlijk. Oké, even kijken of ik weet. Dus moet je... deze... pakken en dus dan zo de lucht in schieten, dat weet ik. Zo. Oké, dat is al één keer. Snel. Nee. Maar echt, later wordt hij pas wel kut. Want dus dan komt er opeens zo'n hele grote bal eruit, zeg maar. En dat klonk echt heel verkeerd. Ik ben alweer af. Kom op. Oké, nog een keer. Ik had 3 en 7 gedaan, als het goed is. Dus dan doe ik die gewoon nog een keer, joh. Zo. Hier zo, naar boven, daar zo uitkijken. Hier zo, daar zo, hier. Naar beneden, dan daar. En hoe de fuck kan dat? Nee, dat wil ik niet. Kan ik hier nog naar boven of hier zo naar onder? Oké, dat wist ik echt niet. Wauw. Opeens gewoon zo uit niets, boom, veertje. The fuck? Wauw. Oké, springen Luigi, springen. Springen! Spring! Oké, dat werkt dus niet. Spring! Gewoon springen. Springen. Oké, hier zo, daar zo overheen. Hier zo op wachten. Die op zijn kop laten springen. Ja. En dan ben ik er alweer, joh. Woehoe! Hallo, it's me, Luigi. Maar ja.
dit is dus niet de laatste aflevering voor de Dark fanboys die dit gewoon kijken van... Yeah, Super Mario World! Mm. Als jullie dus dan zoiets hebben, maar... Ja. Ik wil nog wel Rainbow Road halen en al dat soort shizzle. En ook nog de andere kasteeltjes, want je ziet soms ook nog wel eens van die... Zo. What the fuck, waar is die? Waar is die? Kom op. Oh nee, die was mis. Nee, die was ook mis. Nee. Oh kut, weg. Nee. Yes, oké, dat was één. Dat is één. Maar weet je wat beter dan één is? Juist ja. Twee wat ik helemaal nu niet kan krijgen. Nee. Oké. Hij doet er nu nog maar één. Dat is op zich best wel mooi. Nee, kom op. Gewoon... Oké. Kom op! Dus spring ik. Wil ik hem zo de lucht in doen? Nee hoor. Bowser of Luigi wil dat gewoon niet doen. Scumbag Luigi. Ja. Oké. En nu komt er een deel dat nogal kut is, vind ik zelf. En ja, dat deed ik gewoon voor mezelf. Hier zo. Komen dus nu van die vuurballetjes. Ja. Oké dan. Er is een soort van... Help! Oké dan. Dus dan pak je gewoon een mushroom. En nu heeft hij een ander patroon zoals je kan zien. Nu gaat hij zo van naar boven, beneden. Dus dan achtervolgt hij eigenlijk. En dus dan opeens stopt hij. Gaat hij om zo en dus komt er opeens een bal uit. En daar zo stond ik een beetje stil. Maar ja, dat kan gebeuren. Dus dan... Zo. Ja, dat doet hij nog voor een paar keer. En dus dan is het zo van, hé, weet je wat, ik ga gewoon deze eruit laten. Want zo kan Luigi me helemaal niet vermoorden, joh. Kut! Maar ja, het laatste deel van hem vind ik nog wel het irritantste. Oké, zo. Je moet eigenlijk die bal helemaal niet raken, volgens mij. Nee. Maar kom op. Kom op, Bowser. Kom op. Maar één ding is wel handig, want hij achtervolgt jou de hele tijd. Nee. Ah, kut, is hij weer levend geworden. Oké, en dus dan... Nee! Kom op! Nee! Oké, dat is wel één. Wat ik eigenlijk helemaal zelf niet door had, maar ja. Wat vind ik deze toch... Kut! Kom op! Ja hoor, toen ging die opeens wel de lucht in. Ah. Ik moet dat ding helemaal niet raken. Oh kut. Ja, oké, mooi. Ah, kom op. Hier ben ik. Oh nee, wacht, ik ben hier toch. Ah, waar ben ik nou? Are you fucking shitting me? Nee. Ah, kom op. Nee, ik heb nu eerst nog maar van. Kom op. Nou ja, dan maar voor deze keer niet Bowser's Castle dan maar. Ik begin nu echt een hele haat te krijgen aan dat level. Oké, Chocolate Secret. Ja, dat zou ik weer niet. Ik kan deze nog wel eens proberen om te halen.
Dus dan gewoon voor de normale route en niet voor die alternatieven die ik eerst probeerde. Oké, die halen. Is dit Yoshi? Oh, kut, kut. Yes. Ja, dat is Yoshi. Weet je wat, Yoshi? Fuck jou gewoon. Oh, 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 oh. Vuurspuwende dino's. Oké, okay, ik heb de dingen gewoon bij me. Ja, mooi. En binnen 50 seconden moest ik aan de overkant zijn, maar dat gaat me nu niet meer lukken. Mooi. Ja, oké. Okay. Hier zo. Daar zo overheen. En daar zo op. Ja. Oké. Okay. Nu niet de alternatieve route kiezen, alsjeblieft. Dankjewel. Mooi. Ik ben er. Oké, okay, hoe doe je dat? Yeah. Oké, okay, waar de crap ben ik? Kom op, ga eruit. Oké, okay, dit is eigenlijk best wel nice dat er gewoon zoveel mushrooms hier zijn. Volgens mij heeft het spel zoiets van, hey Rick, je bent echt best wel awesome, weet je. En ja, ik vind gewoon wel dat jij een paar mushrooms verdient. Ho, 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 ho. Crap, crap. Ja, mooi. Dus dan heb ik het gehaald. Yes. Ah, 27. Ik ben nu even te lui om te rekenen. Nee, echt. Ik ben gewoon te lui. Dus dan kunnen we nu hier naar Chocolate Ice Cream 3 gaan. Maar daar zo kom ik wel met jullie in de volgende aflevering. Ik bedank jullie voor het kijken en adieu.